Pak het waterpistool ook maar. Het is druk aan de Hoornse Plas. IJsco-winkels draaien nog volop en op de terrassen is het goed toeven. Vandaag is de laatste dag met temperaturen rond de 30 graden. Kijken stadjes er naar uit dat de temperaturen gaan dalen of vinden ze het wel prima zo? Ja, fantastisch. Wat een fijne nazomer. Ja, echt heel lekker. Ja, zij had haar beentje gebroken, dus zij mocht niet in het water. Vanmorgen is het gips eraf gegaan, dus zij mag nu eindelijk weer het water in. Ja, en verder hebben wij veel gefietst en ijsjes gegeten. En wat hebben we nog meer gedaan? Op terras gezeten. Op terras gezeten. Een beetje naar Paatswoldse Meer. Wat hebben we nog meer gedaan? Veel wandelingetjes gemaakt. Hè? Beetje afkoeling zoeken. Ja, vooral dat eigenlijk. Ja. Hier ben ik 2 keer geweest. En we hebben buiten, we hebben ons boven een badje neergezet voor de kinderen. Dus ze konden lekker daarin afkoelen. En s'avonds lekker buiten zitten, want het koelt wel snel af nu. Dus dat is op zich weer fijn om het huis koel te houden. Goede omzetten. Maar het is wel uitzonderlijk. Zeker in september. De vakantie viel helemaal in het water, helaas. Ja. Kan u daar misschien wat meer over vertellen? We zijn naar camping geweest in Nederland, want we konden daar nog niet zo heel veel. En eigenlijk heeft het alleen maar geregend, dus we zaten in een tent en het was wel een soort nachtmerrie eigenlijk. Ja. Ja. Dus dan is het deze manier van afsluiten van de vakantie toch nog een soort van redder misschien? Dit is waanzinnig, ja. Ja. Maar wel jammer dat het zo laat is. Maar ja. Het is beter dan niks. We zijn hier op de vismarkt nu. Voor een goed doel zijn we geld aan het ophalen. Voor kinderen die niet een eigen verjaardagfeestje kunnen geven. Dus daar staan we nu met emmers met waterballonnen en waterpistolen. En dan kunt u hier een waterballon kopen en op ons gooien. Of op uw vrienden als u dat wilt. We hebben natuurlijk naar het weer gekeken. En vandaag is de laatste warme dag. Dus perfect om met waterballonnen te gooien. Ja, ik vind altijd september is toch wel vaak nog een toetje na de zomer. Dus dat is toch wel vaker. Maar ik werk zelf in het onderwijs. Dus ik moest net precies vorige week weer aan het werk. Dus ik dacht eerst, waarom komt nu opeens die zon weer? Maar goed, ik heb af en toe een dagje vrij. En zoals vandaag is het nog even heel erg genieten. Ik vind de warmte vind ik heerlijk. Ik vind het echt genieten. Maar ja, op een gegeven moment, de herfst is ook lekker, hè? Het heeft ook zo zijn charme.